Het is vandaag de vierde maandag van september. En dan verwacht u ongetwijfeld de traditionele septemberverklaring. Maar helaas, er is nog geen Vlaamse regering en dus ook geen verklaring. En dus opent het Vlaams parlement zonder veel toeters en bellen. Het zal, zoals u ongetwijfeld wel weet, een bijzonder korte zitting zijn, aangezien er geen septemberverklaring is gepland bij gebrek aan een nieuwe regering. Bij deze is aan de orde de verkiezing van het bureau van het Vlaams parlement. Als er over geen andere mededelingen zijn, stel ik vast dat het aantal kandidaten voor elk ambt in het bureau overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen. En dan verklaar ik verkozen tot voorzitter mevrouw Lisbeth Homans. En ik verzoek dan ook om aan mevrouw de voorzitter om plaats te nemen hier vooraan op het voorzittersgestoelte. Goed, collega's, ik zou zeggen dank u wel voor de eer. En laten we overgaan tot de orde van de dag. Ook het nieuwe schooljaar is nog maar amper begonnen of daar duiken de eerste problemen al op. Volgens een recent onderzoek kunnen sommige ouders zelfs geen schoolboeken voor hun kinderen meer kopen. Een ideale vraag voor de ontslagnemende minister van Onderwijs, Ben Weitz. In Vlaanderen bepaalt vandaag de portefeuille van uw ouders nog altijd dat jij met of zonder boeken in de klas zit. We zijn 3 weken ver in het schooljaar en er zijn duizenden leerlingen die geen boeken hebben om les te volgen in de klas. Jaar na jaar wordt daarover aan de alarmbel getrokken door scholen, door armoedeorganisaties en die kosten die blijven gewoon oplopen. En in plaats van dat op te lossen, komt uw partij deze zomer met nog maar eens een nieuw ballonnetje. Het is de schuld van de ouders, we geven ze een gasboete. Alsof dat er iemand gelooft dat door ouders die schoolfacturen niet kunnen betalen een boete te geven, die dat ineens wel voor boeken gaan kunnen zorgen. Ik denk dat een oplossing om scholen bij te staan en ouders die niet kunnen betalen bij te staan, voor de hand ligt in de vorm van het lokaal sociaal beleid. Elke gemeente heeft een OCMW. En dus van daaruit kan altijd beoordeeld worden of ouders effectief niet in staat zijn om de factuur te betalen. Helaas, elk schooljaar duikt het wel ergens op. Het vervoer voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs dat vierkant draait, waardoor kinderen urenlang in een bus moeten zitten. En dat is ter oren gekomen van Vlaams parlementslid Koen Daniels van N-VA, die daar tot in zijn eigen dorp toe klachten over krijgt. Collega's, ik denk dat de doelstelling duidelijk zijn voor onze partij. Zorgen voor een bus, en dat is meer dan die tijden, want je kan wel zeggen, je zit minder dan 60 minuten op de bus, maar de bus moet er dan wel zijn. Vandaag hebben we nog heel wat leerlingen gewoon geen bus, dat is 1. 2, kortere rittijden. En 3, duidelijke communicatie met ouders en met school. In Brussel dreigen 3000 werknemers van Audi Vorst hun baan te verliezen. Een bittere pil om te slikken. Iedereen zoekt nu naar een overnemer. En de vraag is, kan Vlaams minister Jo Broens nog iets extra doen? Het is inderdaad ook zo dat wij hier helaas de voorbije maanden al regelmatig antwoorden hebben moeten geven op vragen waaruit blijkt dat de maakindustrie in Vlaanderen het niet onder de markt heeft en niet in het minst ook de auto-industrie. Maar ik ben optimist, ik geloof in het vooruitgangsoptimisme. Ondanks de moeilijke periode die de maakindustrie vandaag doormaakt, zien we dat Vlaanderen die aantrekkelijke vestigingsplaats blijft. Er zijn op dit ogenblik verschillende nieuwe bedrijven die hier hun vestiging willen verder uitbouwen. Ik verwijs naar Windrose, ik verwijs naar Monarch. Dus ondanks het moeilijke vaarwater zijn er ook positieve signalen. Wie weet zien we elkaar al volgende maandag terug, want de kans is groot dat dan de Vlaamse regering de eed aflegt, de nieuwe Vlaamse regering, in het parlement. Spannend en we houden u zeker op de hoogte.